بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We hebben gekeken naar Abu Hanifa op verschillende vlakken. En dit keer gaan we kijken naar Abu Hanifa in discussies en debatten en dialoog. Hij was heel erg goed in debatteren. Zo erg goed dat je hem zelfs kunt zien als de beste in zijn tijd. Niemand kon hem verslaan. Maar tegelijkertijd deed hij dit met geweldige beleefdheid. En hij wenste dat zijn tegenstanders niet de fout ingaan, zodat hij ze niet in het openbaar hoeft te verslaan. Anderen willen in debat om te winnen, maar Abu Hanifa gaat in debat om de waarheid aan te tonen. Al komt de waarheid niet van hem, maar van de tegenstander. Als maar de waarheid naar boven komt. Zijn overtuigingen waren die van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dat is de groep die de uitspraken van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba en de grote geleerden na hun aanneemt als de juiste overtuiging. En hij ging vaak in debat met andere overtuigingen. In één van zijn debatten was hij met de Khawarij, deze groep die heel erg gewelddadig was. De oorsprong van de Khawarij gaat terug naar de tijd van Ali ibn Abi Talib. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft ons gewaarschuwd voor deze groepering. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ أَمَامَ صَلَاتِهِمْ. En de hadith gaat natuurlijk verder. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt hierin dat er een volk zal komen uit jullie midden waarbij jullie gebed niks is vergeleken met hun gebed. En de rest van de goede daden van jullie is niks vergeleken met de goede daden van hun, maar hun geloof is bijna nul. Ze nemen bijna niks van het geloof mee. Zij zagen deze groepering was zo gewelddadig dat ze moslims aan het vermoorden waren. Omdat zij alleen maar verschillen van mening. Zij zagen dat degene die grote zonde begaat, kafir is. Dus als jij ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah zegt, maar je begaat een grote zonde, het drinken van wijn of zina of andere grote zonden, dan zien zij jou als kafir. En dan vinden zij het gerechtvaardigd om jou te vermoorden. Maar Abu Hanifa en Ahlus Sunnah zien dat grote zonde wel een erg grote fout is, maar jou niet kafir maakt. Allah oordeelt over jouw zonde, want Allah kan jou vergeven of kan jou straffen. Als jij moslim bent, dan behoor jij als moslim behandeld te worden. En de rest is aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ze zeiden tegen Abu Hanifa: wij hebben hier twee janazas, dus twee dode mensen. Eentje is een man die verslaafd was aan wijn en hij dronk tot hij stikte in zijn wijn en hij stierf. Subhanallah. En de andere is een vrouw die zwanger is geworden van zina en uit schande en schaamte heeft ze haarzelf en haar baby vermoord. Dus de ene is een sharibul khamr totdat hij erin stikte en de andere is een zaniya muntahira. Dus een overspelige die zelfmoord heeft gepleegd. Toppunt van grote zonde. Toen zei Abu Hanifa, kijk naar zijn antwoord. Kijk naar zijn wijsheid en naar zijn antwoord. Hij zei tegen hun, bij welk volk horen zij? Bij het Joodse volk? Ze zeiden, la, nee. Toen zei hij bij het christelijke volk, ze zeiden nee. Toen zei hij bij el Majus, dus de vuuraanbidders, toen zeiden ze nee. Toen zei hij, van welk volk zijn zij dan? Toen zeiden de Khawarij, zij zijn van het volk dat getuigt dat er geen God is behalve Allah subhanahu wa ta'ala en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn dienaar en boodschapper is. Toen zei Abu Hanifa, vertel mij over deze getuigenis. Hoeveelste deel is dat van de iman? 1/3 deel of 1/4 deel of 1/5 deel? Want de Khawarij die vonden dat de iman niet verdeeld kan worden. Zij, voor hun is de iman één geheel, of je hebt het of je hebt het niet. Terwijl de uitspraak van Ahlus Sunnah is dat de iman meer kan worden met goede daden en minder kan worden met slechte daden. Dus de iman is geen vast iets, maar het kan meer en minder worden. Dus hun antwoord was, de iman kan niet verdeeld worden. Dus ze hebben de getuigenis afgelegd, ze hebben de hele iman. En dat is de volledige iman. Toen zei Abu Hanifa, ze hebben dus de getuigenis, al-shahada, afgelegd. En volgens jullie is dat de volledige iman. Waarom vragen jullie mij dan over mensen die jullie als moslim zien? Hij heeft ze gewoon aangepakt met hun eigen overtuigingen. Abu Hanifa is niet overtuigd van deze uitspraak, dat de iman niet verdeeld kan worden. Maar hij heeft ze hiermee gewoon aangepakt volgens hun eigen madhab, volgens hun eigen overtuigingen. Toen zeiden ze tegen hem, oké, weet je wat, laat dit opzij. Zijn deze twee mensen dan van Ahlul Jannah of Ahlul Naar? Behoren zij tot de mensen van het paradijs of de mensen van het vuur? Toen zei Abu Hanifa, als jullie nog steeds niet overtuigd zijn, dan zeg ik wat Ibrahim alayhi salam heeft gezegd over mensen die erger dan hun waren. En Ibrahim alayhi salam zei in Surat Ibrahim, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wie mij volgt, die is
van mij, die behoort bij mij. En wie mij niet volgt, u bent, o Allah, erg vergevensgezind en genadevol. En ik zeg wat Isa alayhi salam over mensen zei die erger dan hun waren. En wat zei Isa in Surat al-Ma'ida? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Als u hun straft, zij zijn uw dienaren. Dus u kiest zelf. En als u hun vergeeft, u bent alwetend en alwijs. En ik zeg wat Nuh alayhi salam over hun zei in Surat al-Shu'ara. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. De ongelovigen zeiden tegen Noach, moeten wij jou geloven terwijl de zwakkelingen jou hebben gevolgd? Toen zei Noach, wat weet ik over hun daden en over hoe zij zijn? Hun berechting is bij Allah subhanahu wa ta'ala en niet bij mij. Dus dit zijn antwoorden van profeten uit het boek van Allah, uit de Koran, waarin de profeten zeggen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de daden van anderen. Aan hun is het da'wah, het leiden naar Allah subhanahu wa ta'ala. En voor de rest, hun daden, Allah beslist daarover. Allah oordeelt daarover. Wij zijn geen rechters voor andere mensen. En Al-Khawarij konden hier niet op antwoorden. En ze liepen weg. Prachtig, subhanallah. Prachtig antwoord van Abu Hanifa. Zo zie je de verschillen binnen de moslims. En hoe afgedwaald sommige groepen zijn in de geschiedenis. En Allah zorgt ervoor dat er altijd iemand bestaat op de wereld die de duidelijke, sterke bewijzen kan bezorgen tegen de afgedwaalde uitspraken. We leren hiervan dat men niet moet oordelen over mensen. Abu Hanifa leert ons de methode van de profeten van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij zijn du'aat, da'iya. Wij zijn oproepers naar Allah subhanahu wa ta'ala. Wij kijken niet neer op mensen. Wij moeten barmhartig zijn, genadevol, want Allah subhanahu wa ta'ala is dat ook. Wees niet hard tegen zondaren of zwakke mensen. Allah is alwijs en alwetend. Hij beslist. Hij kent zijn scheppingen beter. Onze taak is om de waarheid door te geven. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud heeft verteld dat Nuh alayhi salam zei: وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ. Nuh zei: ik zeg niet over degenen naar wie jullie neerkijken dat Allah ze geen goedheid schenkt. Allah weet beter wat er in hun harten zit. Subhanallah. Een ander debat van Abu Hanifa was met een man die As-Samti heet. As-Samti kwam uit Al-Basra. En in deze stad had je veel Mu'tazila, een andere groepering. Al-Mu'tazila heeft rare uitspraken over verschillende onderwerpen. En we gaan even een kijkje nemen over wat voor onderwerpen zij een rare uitspraak hadden. As-Samti was beïnvloed door Al-Mu'tazila en hij neigde naar hun uitspraak. En op een dag ging As-Samti op reis naar Al-Kufa. En hij zocht de grote geleerden om met ze in debat te gaan. En mensen stuurden hem naar Al-A'mash. En toen As-Samti bij Al-A'mash kwam, zei hij nee, stuur hem naar Nu'man, Abu Hanifa. Want wallahi, als hij de kleinste leerlingen van Abu Hanifa zou spreken, dan zou hij weten dat Abu Hanifa zijn hele groep in één keer de mond zou kunnen snoeren. De groep van As-Samti. As-Samti vertelt dus, ik ging op zoek naar Abu Hanifa. En ik kwam aan in de moskee van Al-Kufa tijdens Salatul Asr. En er kwam een man aanlopen die heel goed, heel netjes uitzag. Had nette kleding en hij achter hem liep een jonge man die erg op hem leek. Hij kwam binnen en ging naar de minaret van de moskee en hij deed adhan op een hele goede manier. Vervolgens kwam hij naar beneden en hij bad twee lichte, simpele rak'aat op een hele nette manier. Het leek heel erg op de salat van Ahlul Basra. Met andere woorden, As-Samti zegt hier, ik dacht dat Ahlul Kufa heel anders dan ons waren. Maar we zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Er is geen verschil tussen moslims van Al-Kufa en Al-Basra. Vervolgens bad hij met de mensen Salatul Asr en As-Samti deed mee. En na de salat draaide Abu Hanifa zich om en hij begon zijn vrienden te vragen hoe het met ze gaat. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Wat heb je vandaag gedaan? Vertel eens over je dag. Heb je dingen meegemaakt waar je hulp bij nodig hebt? Heb je iets meegemaakt waar je een vraag over hebt? Dit is de guluk van de geleerden en de goede mensen. En toen kwam Abu Hanifa aan bij Samti. Het was zijn beurt om te vertellen hoe het met hem ging. En hij zei, Abu Hanifa zei tegen hem, jij ziet eruit als iemand van buiten Al-Kufa. Jij komt waarschijnlijk uit Al-Basra. Wie ben jij? En hij zei, ik vertelde hem wie ik ben. En toen zei Abu Hanifa, ben jij iemand die leert van Al-Batti, een geleerde in Al-Basra van Al-Mu'tazila? En toen zei As-Samti, ja, ik studeer bij Al-Batti. Toen zei Abu Hanifa, als hij met mij in gesprek ging, dan had hij veel van zijn uitspraken achtergelaten. Vertel eens waarvoor je komt. Je hebt voorrang op de rest, want je bent een gast en een reiziger. Mijn leerlingen zijn elke dag met mij. Jij niet. Jij hebt voorrang. Dit is de guluk van de leraren, beste mensen. Want zij zijn voorbeelden voor hun leerlingen.
SMT begon over een gevaarlijk onderwerp. En dat is het onderwerp van al-qada wal-qadar. Al-Mu'tazila hadden een aparte mening over al-qada wal-qadar. Zij vonden dat de mens niet helemaal vrij was. Abu Hanifa had een geweldig zacht antwoord. Want SMT vroeg hem, wat zeg jij over al-qada wal-qadar? En toen zei Abu Hanifa, luister goed. De mensen voor jullie, voor ons dus, alle volkeren voor ons, zijn nooit één geweest qua mening. Er zijn altijd verschillen geweest. En de mensheid zal nooit één worden qua mening. De ayah uit Surat Hud. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. De natuur van de mens is dat hij verschilt met een ander. Allah heeft dus gezegd dat de mensen altijd zullen verschillen. Behalve op wie Allah genade heeft. En als Allah wou, zouden ze niet verschillen. Maar iedereen werkt op zijn eigen manier. En Allah weet beter wie gelijk heeft. كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ Suratul Isra. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Iedereen werkt op zijn manier. En Allah weet wie gelijk heeft. Abu Hanifa zegt hier, wat dit betreft, wat dit onderwerp betreft, is er veel verschil. Maar Allah weet beter wie de waarheid heeft. SMT zei, maar wat vind jij dan? Wat zeg jij hierover? Want Abu Hanifa zei dus, er is veel verschil hierover. Ik kan jou geen duidelijk antwoord geven. Maar SMT wil alsnog zijn mening horen. Toen zei Abu Hanifa, de mensen van al-Basra en al-Kufa verschillen hierover en dat is bekend. Dus ik hoef niet in discussie te gaan over iets waar de mensen al van nature over verschillen. En het is een moeilijk onderwerp, zegt Abu Hanifa. En het heeft vele mensen en geleerden vermoeid. Mensen zijn er helemaal gek van geworden. Dit onderwerp, zegt Abu Hanifa, is afgesloten met een verloren sleutel. De deur is dicht en de sleutel is kwijt. De enige manier om het te begrijpen is door de sleutel te vinden. En deze sleutel is te vinden alleen via een wahi. Via een boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala. En die boodschap is al gekomen, die wahi is al gekomen. Via de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En er komt geen wahi meer omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam overleden is. En onze mening, zegt Abu Hanifa, is een uitspraak tussen de twee. Tussen de twee extremen. La jabr, wa la tafwil, wa la taslid. Korte, simpele uitspraak. Maar bij geleerden erg waardevol. Abu Hanifa zegt, la jabr. Er is geen dwang. Want Allah is rechtvaardig. Dus la jabr, Allah gaat je niet dwingen om iets te doen en daarna daarvoor straffen. Dat is onmogelijk, want Allah is rechtvaardig. En la tafwil, dat betekent, we schrijven niet alles op Allah en zeggen van, wij weten hier niks over en we kunnen niks hierover begrijpen en we laten alles aan Allah over. Nee, we hebben verstand. We kunnen een aantal dingen begrijpen die we via de Koran en de Sunna te horen hebben gekregen. En andere zaken weer niet. Dus geen extreme. Niet tafwil, dat wij niks, helemaal niks van de wereld begrijpen. We begrijpen best wel iets van de wereld. En wat wij kunnen begrijpen, daar kunnen we wat over zeggen. En wat wij niet kunnen begrijpen, daar zeggen we niks over. En la taslid. De mens is niet tot alles in staat. Want dan zou hij op een god lijken. Dus het is niet dat de mens alles aan kan. De mens kan alles zelf begrijpen. Want dan zou je eigenlijk op een god lijken. De mens is niet almachtig en niet alwetend. Dus beste mensen, luister goed. Prachtige woorden. Hij zei, Allah heeft de mensen niet opgedragen wat ze niet aankunnen. En hij wil niet van ze wat ze niet weten. En hij straft ze niet voor iets wat ze niet gedaan hebben. En hij vraagt ze niet om iets wat ze niet gedaan hebben. En hij staat ze ook niet toe om te praten over dingen waar ze niks over weten. Inna Allaha lam yukallif innas ma la yutiqoon. Wa la arada minhum ma la ya'lamoon. Wa la aqabahum ala ma lam yaf'alu. Wa lam ya'dhan lahum fil hadithi fima laysa lahum bihi ilm. Wallahu a'lam. Wij zijn mujtahidoon. Wij gebruiken ons verstand om dingen te begrijpen. En iedere mujtahid heeft een beloning bij Allah. Maar we zijn niet opgedragen om ijtihad te doen over wat we niet kunnen begrijpen. Mogen Allah ons en jou helpen om te doen wat hem tevreden stelt. Waffaqana Allahu wa iyyaka lima yuhibbu wa yarda. Kijk naar zijn mooie antwoord. In een onderwerp waar velen over vechten. Wat hij hiermee eigenlijk zegt is, voordat je vragen stelt over qada en qada, geloof je dat Allah rechtvaardig is? هل تؤمن بأن الله عادل؟ Zo ja, dan kan hij je niet straffen voor iets wat je niet gedaan hebt. En hij kan je niet berechten voor iets wat je niet weet. Allah is rechtvaardig. De kwestie van qada en qadar is moeilijk en ingewikkeld. Maar je kunt je neerleggen bij het feit dat Allah rechtvaardig is. إن الله عادل. En al het andere is van veel minder belang. Dus maak je geen zorgen. Het is niet mogelijk dat Allah je dwingt naar iets en daarna straft. Dat is onmogelijk. Allah is rechtvaardig. Dus maak je geen zorgen over qada en qadar. Of je nou gedwongen bent om dingen te doen of niet. Als je gedwongen zou zijn, zou Allah je niet voor straffen.
SMT begon door deze gouden, beknopte woorden erg diep na te denken. En hij realiseerde zich dat al dat goede omtrent dit ingewikkeld onderwerp opgelost wordt als je teruggaat naar de basis. En dat is dat Allah rechtvaardig is. Als je dat gelooft, als je daar je rust bij voelt, dan weet je wat betreft qada en qadar, alles wat mensen zeggen, Allah zal mij niet straffen voor iets waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Allah zal mij niet vragen om iets wat ik totaal niet heb gedaan. Allah zal mij niet dwingen om iets te doen en daarna straffen. Dat is onmogelijk. Toen keerde SMT terug naar Basra en hij was helemaal overtuigd. En hij begon het begrip en de methodiek van Abu Hanifa te verkondigen en hij werd een leerling van Abu Hanifa. Laten we luisteren naar een ander gesprek tussen imam Abu Hanifa en een van de grote geleerden van Basra. Dit gesprek duidt op hoe diep de kennis van Abu Hanifa gaat. De imam en muhaddith van Basra, genaamd Qatada al-Sadusi, bezocht al-Kufa. En Qatada was erg bekend onder de mensen, want hij is een geleerde in hadith, en een geleerde in tafsir, en een geleerde in fiqh, en een geleerde in taal, en een geleerde in de Arabieren en hun stambomen, en een geleerde in geschiedenis. Gewoon een groot encyclopedie. MashaAllah. Dus de mensen van al-Kufa hoorden dat Qatada eraan kwam. En iedereen verzamelde zich in de moskee voordat Qatada aankwam. Toen hij aankwam, kwam hij de moskee binnen en hij ging zitten om vragen van de mensen uit de Kufa te beantwoorden. En hij zei, bij Allah, iedere vraag over halal en haram, fiqh dus, zal ik kunnen beantwoorden. Vraag maar mensen en ik zal jullie antwoorden. Met andere woorden, de mensen van al-Kufa zijn volgens hem niet zo geleerd als de mensen van al-Basra. Er is geen vraag van al-Kufa of hij kan hem beantwoorden. En hier stond Abu Hanifa op. En hij zei, ja Abu al-Khattab, dat is de kunya van Qatada. Wat is je uitspraak over een man die erg lang op reis ging? Jaren was hij op reis. Zijn vrouw dacht dat hij dood was. Dus zij besloot te hertrouwen. En na een lange periode kwam de man uiteindelijk toch terug. Dus na 20, 25 jaar weg, geen telefoon, geen internet. Dus die vrouw weet niks over haar man. Na zoveel jaren dat hij weg was, is zij hertrouwd. En de man kwam uiteindelijk toch terug, want zij dacht dat hij dood was. Mag de man zijn mahr terug? De eerste man. Mag hij zijn mahr terug? Best een rare vraag. Want als de vrouw hertrouwd is en haar man leeft nog, dan is het eigenlijk alsof zij is gescheiden van hem. Zij vroeg om te scheiden van haar eerste man. En als een vrouw vraagt om te scheiden van haar eerste man, dan moet zij de mahr terugbetalen. Maar als de man haar scheidt zonder dat zij erom vroeg, dus dat kwam van zijn kant, dan mag hij de mahr niet terugkrijgen. Dus de vraag is hier eigenlijk, zij heeft niet om scheiding gevraagd en de man heeft niet van haar gescheiden, maar is er een aparte situatie ontstaan waardoor zij toch is hertrouwd. Moet zij de mahr terugbetalen of niet? Abu Hanifa keek naar zijn buur en hij zei, La in haddatha bi hadithin la yakdiban, wa la in haddatha bi ra'yihi la yukhti'an. Als hij een hadith gebruikt, dan liegt hij, want er is geen hadith over dit onderwerp. En als hij zijn verstand gebruikt, als hij gaat nadenken, wat zal ik het beste zeggen, dan zal hij een fout maken. Dat is een moeilijke kwestie. Hij wou hem hiermee laten zien dat Ahlul Kufa ook een hoog niveau van kennis hebben bereikt. Qatada dacht diep na en hij dacht na. En toen zei Qatada, wayhak, is dit echt gebeurd? Toen zei Abu Hanifa, nee, dit is niet eerder gebeurd. Toen zei Qatada, waarom vraag je mij dan iets wat niet is gebeurd? En Abu Hanifa gaf hier een belangrijk antwoord dat de methodiek van al-Kufa duidelijk maakt. Dat verschilt van de methodiek van al-Basra en al-Hijaz, Mekka en al-Medina. Abu Hanifa zei, wij bereiden ons voor op de beproeving voordat het op ons afkomt. نحن نستعد للبلاء قبل أن يصيبنا. Zodra het gebeurt, zodra wij een beproeving krijgen, zodra we een probleem hebben, zijn wij voorbereid. Dan hebben wij al een uitspraak hierover. Zo waren de geleerden van al-Kufa. Vooral omdat Abu Hanifa ook in de handel werkte. Er komen veel situaties voor waarin je snel een oplossing moet vinden, terwijl het niet eerder is gebeurd. Want het leven van mensen ontwikkelt zich. Er komen steeds nieuwe situaties voor. Dus de geleerden stelden zich altijd nieuwe situaties voor. Wat zou er gedaan moeten worden als er iets plaatsvindt? Bijvoorbeeld Abu Hanifa had een fatwa van wat als iemand op de maan zou bidden? Naar welke kant is zijn qibla? In die tijd dacht nooit iemand dat je kan vliegen, laat staan naar de maan gaan. Maar Abu Hanifa had hier een uitspraak over. Toen zei Qatada, weet je wat? Ik praat niet over halal en haram. Is er een vraag over tafsir? Toen stond Abu Hanifa weer op en hij zei, ja Abu al-Khattab. Wat is de tafsir van de volgende aya in Surat An-Naml? قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Abu Hanifa vraagt hem dus over deze persoon met kennis. Deze persoon, الذي عنده علم من الكتاب, in de tijd van Suleiman alayhi salam, die tegen Suleiman zei, ik breng jou de troon van de koningin van Saba voordat je met je oog knippert. En Abu Hanifa vroeg hem,
Wie is deze persoon? De persoon met kennis van het boek. Qatada zei, ja, dit is Asif ibn Burghia ibn Shamia, de schrijver van Suleiman ibn Dawood. Wat een kennis, wat een ilm. Hij kent zelfs deze persoon met bijnaam en vadersnaam en grootvadersnaam. Hij zei, hij kent Ismullah al-A'zam, de hoogste naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo heeft hij de troon kunnen halen voor Suleiman. Toen zei Abu Hanifa, wist Suleiman de naam van Allah al-A'zam? Toen dacht Qatada na en hij zei, nee. Toen zei Abu Hanifa, is het mogelijk dat er in de tijd van een profeet iemand is die meer weet dan de profeet zelf? Qatada zat vast en hij zei, weet je wat, ik praat niet over tafsir. Vraag mij over de verschillen van de geleerden. Dus de verschillen in madhahib, in madhab. Abu Hanifa stond weer op en hij zei, ja Abu al-Khattab, een mu'minun ant, ben jij gelovig? Rare vraag. Dit is een kwestie waar mensen in die tijd in al-Basra en al-Kufa hele chaos over maakten. Ze vroegen elkaar, ben je gelovig? En als je zegt, ja ik ben gelovig, dan zeggen ze, hoe weet je dat? Wat is je bewijs dat je gelovig bent? Ze maakten iets ingewikkelder dan het is. Natuurlijk zijn wij gelovig. Dat is het juiste antwoord. En Allah is degene die oordeelt. Dus als iemand vraagt, ben je gelovig? Ja, ik ben gelovig. Allah oordeelt hoe goed mijn geloof is in mijn hart. Ik kan niet zeggen van, wat is mijn bewijs dat ik geloof? Omdat ik in mijn hart al-iman heb en het uitspreek met mijn tong en het uitvoer met mijn handen en daden. Dit is iets wat mensen bezig hield in die tijd en het hield hun af van de belangrijkere zaken. En zo heeft iedere tijd zijn problemen. Qatada zei, Arju, ik hoop het. Ik hoop dat ik mu'min ben. Ik hoop dat ik gelovig ben. Toen zei Abu Hanifa, waarom zeg je dit? Wat is jouw bewijs dat jij zegt, ik hoop het? En niet zegt van, ja. Toen zei Qatada, omdat Ibrahim alayhi salam heeft gezegd in surat al-Shu'ara, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ الدِّينِ. Allah is degene bij wie ik hoop dat hij mijn zonden zal vergeven op de dag des oordeels. Dat zei Ibrahim alayhi salam. In de Koran staat dat. Dat is eigenlijk bewijs genoeg. Toen zei Abu Hanifa, had je dan niet de uitspraak van Ibrahim ook gebruikt die in de Koran staat? In surat al-Baqara. Toen Allah hem vroeg, قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى. Allah vroeg hem, ben jij niet gelovig, ja Ibrahim? Toen zei Ibrahim, bella, naam, ja, ik ben gelovig. Dat is toch veel beter? Ze zijn allebei in de Koran en dit antwoord is een sterker bewijs dan het andere. Dus beter gebruik je het sterkere bewijs uit de Koran. En Qatada stond op en hij liep weg en hij zweerde dat hij ze niks meer gaat vertellen, de mensen van al-Kufa. Waar het ons om gaat is de hoeveelheid van kennis van Abu Hanifa en hoe breed zijn kennis was in alle gebieden, subhanallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.